De NS die presenteerde dieprode cijfers afgelopen week tijdens de presentatie van het jaarverslag: een half miljard euro verlies en de dreiging dat treinkaartjes met meer dan 10% duurder worden volgend jaar. Tenzij de overheid over de brug komt en bijpast. Dinsdag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer, en Kamerleden hebben de messen al geslepen. En degene die het geel-blauw van de NS moet verdedigen en geld nodig heeft van de overheid, die zit bij mij aan tafel. Welkom Wouter Koolmees, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Je woont in Rotterdam, hè? Ja. Met de trein gekomen vandaag? Nee, vanuit? vandaag niet. Nee? Nee. Is het heel flauw als ik zeg, was u bang dat u te laat zou komen? Nee, dat is, dat, dat is heel, heel flauw inderdaad. Ja. Maar, nee, ik ga op, op de woon-werkverkeer ga ik bijna altijd met de trein. Ja. En dat is een ideale vervoermiddel. Maar soms gebruik ik ook de auto. Zoals... Zeg, ideaal vervoermiddel, vandaag met de auto. Wat kost een uh, retourtje tweede klas Rotterdam-Amsterdam? 16 euro? Uh, sorry, uh, 30 euro. 36 euro? Ja, ja dat zit u uh, flink onder het bedrag wat het kost. En na de verhoging, als dat doorgaat met 10 procent, zou je op 40 euro terechtkomen. Retourtje Rotterdam-Amsterdam. Wordt daarmee reizen met de trein niet iets voor mensen met een hele ruime portemonnee? Laat ik aan de voorkant beginnen. Ja, het is zo dat uh, de trein duur is. Het openbaar vervoer in Nederland is duur. En dat is, heeft ook te maken met politieke keuzes. Want uh, de, de prijs van een treinkaartje wordt, voor, wordt neergelegd bij de reiziger. In andere landen wordt het meer mm. gesubsidieerd. In Nederland ligt de rekening bij de reiziger. Als we nu terugkijken de afgelopen jaren, dan zien we dat in 2021, 2022, 2023 er een hoge inflatie is geweest. Maar dat de, de prijs van een treinkaartje minder hard is gestegen dan de inflatie. Dus maar hoe hebben... dan ook? Het ja, is hartstikke duur. Dat, dat is ook zo. Uh, maar dat geldt voor meer, voor meer vervoermiddelen op dit moment. Nee, maar we kunnen het verspreiden natuurlijk of de boterham uitsmeren. Maar de concrete vraag was: uh, een retourtje Rotterdam-Amsterdam 40 euro met een verhoging erbij. Dat is natuurlijk een heel groot bedrag voor heel veel mensen. Zeker als je dat vaker moet doen. Dat is, dat is ook zo. En daarom, daarom zeg ik ook: uh, uh, voor ons is het ook heel belangrijk dat de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in brede zin, maar ook van de trein, een belangrijk aandachtspunt is ja. voor ons. Dat is, u gaat daarvoor naar Den Haag uh, om te praten met Kamerleden. Die hebben zich nu al geroerd. Kamerleden die zijn woedend. Laat ik u één bericht op X op Twitter voorhouden van Kamerlid Hester Veldman van de VVD. Ja. En die zegt het volgende: het is een keer klaar met het beledigen van de treinreizigers. Ik vraag een hoorzitting aan, zodat de NS-top dit kan komen uitleggen aan de Kamer. De reiziger verdient schone treinen met zitplaatsen die op tijd rijden tegen normale prijzen. Dat is niet te veel gevraagd. Ik ben het met, met, met haar eens. Tegelijkertijd is het ook zo. Ik zei het net al, de afgelopen jaren is de, de prijs van een treinkaartje minder hard gestegen dan de inflatie. Dus we hebben te maken met een inflatiegat. Mm -hmm. uh, 9% is dat ondertussen. We hebben de afgelopen jaar hebben we onderhandelingen gehad met het ministerie over onze concessie. Over de, over de toekomst, zou ik maar zeggen. Daar hebben wij als NS maatregelen genomen om kosten te besparen in onze eigen organisatie. Maar we hebben ook gezegd dat ja, een deel zal terug moeten uh, vloeien in de prijs van een treinkaart. En daarvoor heeft u de politiek nu nodig. Want... Ja, maar één stap terug nog. Ja. Dus, dus uh, eigenlijk zouden wij op 1 januari 2024 zouden wij de, de, de prijzen met 8,5% verhogen. Was het helemaal onbetaalbaar? Voor het regionaal vervoer, dus voor de, de bussen en voor de, voor de regionale treinen... zou dat 10% zijn geweest. Yes. Toen heeft in september de politiek gezegd dat willen wij niet. En daar was ik blij mee. Laat ik het ook uh, helder zeggen. Het punt is alleen, in, de, in september is er gekozen voor een tijdelijke dekking... Een voor, de, voor één jaar. Terwijl, 120 miljoen euro. Precies. Terwijl voor de andere openbaar vervoerbedrijven... er een structurele dekking, dus een structurele... Financiering van, van, van de inflatie, zal ik maar zeggen. Dus de NS was voor een jaar gered, ja. en, althans, en de reiziger, want daar gaat het natuurlijk om. Mijn vraag is eigenlijk: de, dit weet de politiek ook. Dus dat weet ook uh, Tweede Kamerlid Veldman van de VVD, dat u een tijdelijke noodoplossing kreeg. Een, een plakbandje van weliswaar een hoop geld. Kan het eigenlijk een verrassing zijn voor het parlement? Ik bedoel, de, de verontwaardiging die blijkt uit deze, dit bericht van mevrouw Veldman, is dat een beetje voor de bühne? Nou, even ik ben het heel erg met haar eens dat ik vind het ook maar voor betaalbaar moet zijn. Maar tegelijkertijd heeft de staatssecretaris in ik denk november of december een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waar dit precies in staat. Dus waar staat dat de dekking voor één jaar werd gevonden. En als er niks zou gebeuren, dat dan op 1 januari 2025... diezelfde rekening weer op tafel zou komen te liggen. Dat, ik heb dinsdag ben ik uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar ga ik heen. En dat ga ik dan ook wel tegen, tegen de parlementariërs uitleggen... dat dit ook de situatie is waar we in zitten. Nou ja, uitleggen. U kunt gewoon zeggen, jullie wisten het. Dus doe niet zoveel verontwaardigd. Ja, ik, ik ben het eens met het doel namelijk. Ik ben het eens met het doel dat, wij, dat de, 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 de prijs van een treinkaartje betaalbaar moet zijn. Dus ik hoop dat wij samen met de politiek tot een oplossing kunnen komen... om, het, om, om de treinkaartje betaalbaar te ja. houden. Terug naar de treinreizen, want het wringt natuurlijk enorm... Hè? als je meer moet gaan betalen voor je kaartje... Terwijl, en dat bent u ook met haar eens, de servers er niet beter op wordt. Volle treinen, vaak niet schoon, niet op tijd. Ik bedoel, als je bij de bakker een brood koopt dat steeds duurder wordt terwijl de kwaliteit van het brood afneemt, zou u ook niet accepteren. Waarom moeten we dat accepteren als treinreiziger? Nou, in de eerste plaats, uh, hebben we het afgelopen jaar natuurlijk heel veel. Nou, we hebben corona gehad, we hebben uh, grote ontwikkelingen gehad, hoge inflatie. Dus inderdaad, onze kosten... Moet maar... u even weggaan bij die inflatie, want dat weten we nu wel. Nou, u zult al... het ook moeten uitleggen waarom dat kwaliteit uh, terugloopt en de prijs omhoog gaat. Ja, met hebben we hebben uh, vorig jaar afgeschaald, uh, ook vanwege de effecten van corona. We hebben, we hebben nog steeds 10% minder reizigers dan in 2019. Vanwege ook het thuiswerkbeleid. En bovendien zien we ook dat op dinsdag en donderdag is het heel druk in de trein. Maar op vrijdag is het heel erg rustig. Dus dat betekent dat wij ook onze, onze, onze dienstverlening moeten aanpassen aan de realiteit na corona. Dus we hebben en minder opbrengsten en hogere kosten. En daar proberen we stap voor stap de situatie te verbeteren. Dus we hebben afgelopen jaar heel veel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld in december hebben we uh, 1800 treinen per week zijn we meer gaan rijden. Ook komend jaar, op 25, gaan we 1600 treinen per week meer rijden. Dus stap voor stap proberen wij onze service te verbeteren, proberen we onze dienstverlening te verbeteren. En u heeft gelijk, we hebben ook te maken met vieze treinen bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft allemaal te maken met de situatie waar we met z'n allen in zitten. Namelijk klapt op de arbeidsmarkt. De dus, te weinig dus. personeel, ja. ja wat, dus. Even heel precies, hè? wat gaat u vragen aan uh, de minister van Financiën? Die gaat over de NS. U bent een 100 staats Zegt u van, ik heb die 120 miljoen die ik vorig jaar eenmalig heb gekregen... dat moet gewoon doorgaan om die prijsstijging tegen te gaan. Is dat het bedrag waar u op koerst? Ja, ja, want paradoxaal gezien, andere openbaar vervoerbedrijven... dus ook het streekvervoer, het regionaal vervoer... hebben een structurele dekking gekregen. Ja, Wij goed. hebben voor één jaar een dekking gekregen. En wij, wij gaan vragen aan de politiek, zorg nou voor een structurele dekking... dan kunnen wij voorkomen dat de, de prijs van het Rijnkijkje stijgt. Dus u zegt ieder jaar 120 miljoen euro extra, dan zijn we eruit? Ja, dan zouden we in ieder geval de, de, de stijging die nu voor 1 januari 2025 gepland staat... zouden we kunnen voorkomen met elkaar. Ja. Nu is het interessant wat u zegt, want naast de NS hebben we natuurlijk ProRail. Die ja. zorgen voor de rails en de gebouwen, et cetera. En die hebben aangegeven dat zij de komende tien jaar... 3 miljard euro extra nodig hebben om investeringen te doen. In de rails, in de gebouwen. Dat is 300 miljoen euro per jaar. Dan tel ik even door. ProRail 300 miljoen euro per jaar. De NS 120 miljoen euro per jaar. Dat is een half miljard euro per jaar extra voor het openbaar vervoer. Nou, alleen, maar, alleen maar het spoor? Alleen maar het spoor. Alleen maar het spoor ja. Exact. En dat ligt dus op die, want daar zitten we nu in, op de formatietafel, waar die partijen ja. via bij elkaar zijn ligt een hele lelijke dure rekening per jaar ja. om ja, de boel rijden te houden. Dat geldt niet alleen voor het spoor, dat geldt ook voor de wegen. Uh, 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 de Pieter Omzicht heeft een, een vraag gesteld aan de informateur om uh, als we zeggen, de, de, de gaten in de financiën meerjarig in kaart te brengen. Bij plaster die schrok zich een hoedje. Nou, ja, 2,9 miljard. ligt inderdaad aan de, aan de pro-deelkant. Maar ook, ja. ook, ook, ook bij de wegenbouw, ook bij het herstel van allerlei bruggen en, 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 en waterwerken. Dat heeft die, ook een forse rekening. Heeft hij gelijk dat die schrok van de bedragen die daar plotseling op tafel lagen. Nou, ik denk dat we als, als, als samenleving wel moeten blijven investeren in die infrastructuur. Om ook voor te, te zorgen dat er uh, uh, dat de mensen naar hun werk kunnen uh, via de trein maar via het, de auto. Maar, maar de rekening is hoog. Dat de rekening is hoog. En dat heeft ook te maken. Sorry, dit ben ik weer. Uh, heeft ook te maken met de inflatie. Met de stijgende kosten. Ja. Uh, dus de krapte op de arbeidsmarkt, ook bij de aannemers. Ja. De, de, de stijgende lonen, de stijgende materiaalkosten. Dat heeft een financiële consequentie. En daar oh. zul je toch een oplossing voor moeten vinden. Als het uh, kabinet zegt, het demissionaire kabinet, uh, de minister van Financiën, naam nou, Koolmees... Het is allemaal goed en wel met u, maar die 120 miljoen komt er niet bij. Ja, dan, dan hebben we vorig jaar al een afspraak gemaakt met de politiek dat NS doet een deel in kostenverlaging, het ministerie doet een deel in het verlagen van de kosten van de concessievergoeding, mm. zo heet dat dan, en een deel zou ook terug moeten keren in de, in de prijs van een treinkaartje. Dus dat is echt de, de afspraak, de basis die we vorig jaar hebben gemaakt. Ja. Ik hoop dat we daar uit kunnen komen met de politiek om dat te voorkomen. Maar als dat niet, niet kan, omdat er geen geld voor is... dan zit ook de consequentie. Dus dan gaat het treinkaartje omhoog. Ja. Maar goed, linksom of rechtsom, de consument betaalt het toch. Hè? Want uh, die 120 miljoen is ook belastinggeld. Dus dat komt ja, het komt dus... uit onze portemonnee. Ja, vestzak, broekzak. Dus uiteindelijk moet het wel betaald worden, want, ja. want die kosten stijgen. Ja. En... En, en, en wij hebben als NS echt een, een dure plicht om de service te verbeteren, om punctueler te gaan rijden, om fors te investeren. We hebben afgelopen jaar 1500 nieuwe collega's aangenomen. Machinisten, conducteurs. Juist om naar de toekomst ook meer treinen per week te kunnen gaan rijden. Want wij zien naar de toekomst ook. Een stijgende vraag. Ja. Demografische groei, economische groei, meer woningbouw langs het spoor. En noodzakelijk voor de klimaatopwarming ook. Precies, heel erg belangrijk voor de klimaatopgave. Dus de trein heeft de toekomst, ja. zeg ik altijd. Maar laten we er wel gezamenlijk voor zorgen dat het dan ook een betaalbaar alternatief is. Maar ook dat het spoor er goed bij ligt. Dus ik heb van de week ook gezegd: ProDo zou meer geld moeten krijgen om te investeren in het onderhoud van het spoor. Ja. Zeg de laatste keer dat u hier aan tafel was, dat was met Johan Remkes... Ja. En uh, u keek toen terug op de positie die u beiden had als informateur bij het uh, in elkaar timmeren. We zijn het bijna vergeten, van het kabinet Rutte 3, dat gesneuveld is. En uh, nu zijn er opnieuw onderhandelingen en die gaan uiterst moeizaam. Ik vraag u toch even met de kennis van toen als informateur, want u kent die processen goed. Uh, wordt het heel moeilijk tussen PVV, NSC, BBB? Ik volg, ik volg het niet dagelijks, maar ik volg het natuurlijk wel met meer dan normale interesse. Ja. Uh, ik vind het wel een hele ingewikkelde puzzel voor Kim Putters, voor de informateur. Want er zijn meerdere partijen die aangeven geen normaal meerderheidskabinet te willen. Ja. Uh, maar een andere gedoogconstructie constructie, een extra parlementair. Welke van die vier zijn de struikelblokken? Wie van de vier hebben eigenlijk geen belang erbij om dit voor elkaar te krijgen? Nou, ik, ik zie dat, dat PVV en BBB graag willen... Maar ik zie tegelijk dat het VVD en de NSC daar heel veel bedenkingen bij hebben. En zeggen, ik wil een gedoogrol, ik wil een minderheidskabinet... of een extra parlementair kabinet. Mm -hmm. En dus is het niet een, een automatisch blok van een meerderheid in de Tweede Kamer die uh, tot, tot samenwerking komt. Dat, ja, dat, vind ik, dat lijkt mij dus een ingewikkelde puzzel voor de informateur. Het heeft ook effect op wat u hier betoogt vandaag, en pro rail, want er zijn extra investeringen nodig. Denkt u dat deze vier partijen. Uiteindelijk tot een succesvolle combinatie kunnen komen en een regering? Dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat zal de tijd moeten leren. Maar u heeft wel gelijk. Uh, wij wachten in de spoorsector, maar ook breder denk ik in de economie, op duidelijkheid en op richting. Dus het zou wel goed zijn als er snel een regering komt. En dat er weer kaders zijn waarbinnen we beleid kunnen maken. Ja. Maar dat, ja, ik ben niet heel hoopvol, zeg ik eerlijk dat dat snel gebeurt. Nee, op basis van uw eerdere ervaring? Nou, op basis van wat, wat ik zie uh, in, in de debatten... maar ook in de, wat ik lees in de krant... Ja. Uh, in de verslagen van, de, van, van Plasterk, de oud-informateur. Oud Johan Remkes zei hier aan tafel uh, tegen die vier partijen... koppen dicht, bekken dicht? Kleppen dicht. Kleppen ja, dicht, dat was dat het. Het ging vooral over Twitter, hè, naar elkaar toe. Uh, ja, en ook in, in talkshows die. vertellen dat het eigenlijk uh, voor geen meter liep. Ja. Is dat gelukt, na die waarschuwing van Remkes? Nou, volgens mij niet, nee. nee. Nou ja, en ik ben heel benieuwd waar, waar Kim Putters nu mee komt. Hij heeft in de eerste week uh, zal maar zeggen, het speelveld in kaart gebracht... wat, wat, wat voor varianten er allemaal ja. zijn. Maar ik ben heel benieuwd wat er de komende weken gaat gebeuren. Okay. Tot slot nog even, Geert Wilders die waarschuwde ook op Twitter... Uh, als dit zo doorgaat, dan uh, ja, straks zitten we opgezadeld in Nederland... met een kabinet met GroenLinks, PvdA, met Timmermans aan de leiding... En omdat u hier toch zit, stel voor dat het die kant op gaat. Gaat D66 dan meedoen aan zo'n formatie? Nee, daar ga ik niet over. Ik moet u aan Rob vragen. Ik ben twee jaar geleden uit de politiek gegaan. Blij toe? Ik heb een hele leuke baan, ja. Ik heb nu een hele leuke baan en daar ben ik zeer blij mee. Een hele mooie sector, de spoorsector. Ja. Trots de <laughs> Dus ik ben daar heel blij mee. En dan moet u echt aan Rob te vragen, niet ja. aan mij. U gaat vragen in ieder geval om extra geld aanstaande dinsdag. En als dat niet komt dan hebben we aan het eind van het jaar 10% er bovenop de treinkaartjes. Ja, en ik ga het aan te zeggen... dat is al de afspraak met de politiek die we vorig jaar hebben gemaakt. Uh, en ik hoop dat we eruit komen. Want ik wil ook dat de trein betaalbaar blijft in Nederland. Dank u wel voor uw komst vandaag, Wouter kom is. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je vooral niet te abonneren, een like of een comment achter te laten. Dat kan natuurlijk ook. hele krachtige metamorfose, ook voor heel veel Russen. Die zien, oké, okay, als Navalny niet in een hoopje in elkaar zakt... dan kunnen wij misschien... Ook iets doen, ook ons eigen aandeel inbrengen in dat gevecht waar ze het net over had. Ja.